Nee, zo ver van het eigen straks zal zijn op eigen helft daar fouten maken. Telkens die vrije trap van Holshouser het gevolg. Daar is de Oostenrijker. En er blijft hoe dan ook een wapen hier doorgekopt. En door iemand van Antwerpen blijkbaar. Waardoor beslist dat het een corner wordt. En dus nog een keer gevaar. Of mogelijk gevaar. Op iemand voor doel had kunnen zetten. Suzuki blind voorzetten. Oh, de bal werd nog goed afgeblokt. Dat zorgt wel voor een corner. Technisch foutje van hemzelf nu van Ongla. Hier in die tik na de aanname. Suzuki ermee weg. Nog hersteld, maar wel goed schop. Ook daar is weinig haast bij. Nul de hele tijd eigenlijk. Holshouser. En de kopbal van Frans. En een geweldige save is het nog van Beiran Vant. De eerste bal tussen de palen. Na net geen 54 minuten voetballen. En eindelijk is een doelman in actie. Ja, zoals we al zeiden, het zal van stilstaande fases moeten komen. Dit was er zo eentje. Goeie corner van Holshouser. Frans, prima geklommen als hoogste in het pak. En dan nog goed gericht naar de benedenhoek. En die doorredding van Beiran Vant. Hier is hij, Eleke. Goed bij de bal gebleven. Dan helpt Sauze naar voren. Boudin, mooie controle. Een beetje een gekraakt schot. En toch nog eens Beerschot. Dat was alweer een tijd geleden. Een goede poging in ieder geval. En Boudin komt niet vaak in dit soort situaties. Nee. Zoals je hem nu maakt, ben je per definitie man van een match. Onkla, no look pass. Gelin, dit is een goede bal voor Doel. En handspel. Handspel van Lamkezee. Hij scoort wel hoor. En dan moet Beerschot in de slotfase nog 5 minuten plus toegevoegde tijd. Vol aan de bak om een 0 op 6 te vermijden. Lekke. En krijgt nog een corner. Ik had niet de indruk dat Senk daar nog aan zat. Niemand aan. Holshouser wil nu snel. Maar dat gaat niet door, want de baljongens hebben problemen om daar een bal snel te krijgen. Holshouser. Sinds hij als diepe spits fungeert. Hier is hij even uitgeschakeld, Lamkelzee. Rafailov. De Voskeu van Frans. Mooi uit de lucht geplukt door de Pauw. En dan de 0-2 van Pieter Gerkes. Allemaal tegenvoets. Geen kans. Dat lukt vooralsnog aardig. Holshouser, goed aangesneden, goed verlengd. En daar is de aansluitingstreffer van Frederik Frans. Het komt allemaal samen in het slot van deze match. Plots is het een wedstrijd. En plots hebben we goals en hebben we spanning. Een geweldig aangesneden vrije trap, zoals hij dat kan.